Hey, superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Sabrina. Niet zo lang geleden had ik een Primark Pas Hockey Shop vlog gemaakt. En daarin vertelde ik dat ik eigenlijk op zoek was naar nieuwe pyjama's. Alleen toen was het niet echt een groot succes. Dus ik dacht, laat ik nog een poging wagen. Het is op dit moment 8:30. Dus ik ga weer lekker vroeg naar de Primark. Ik heb vanmiddag ook school. Dus ik dacht, nou ja, voordat ik les heb ga ik even shoppen. Dus ik ga sowieso eventjes op de pyjama afdeling kijken. Ik ben niet van plan om de hele Primark af te gaan. Want ja, de Primark in Amsterdam heeft, ik hou het nooit bij, 5 verdiepingen. Doe ik het goed? I don't know. Misschien dat ik eventjes op de beauty afdeling ga kijken en op de home, maar niet zeg maar de rest van de winkel. Want ik ga gelijk door naar school en ik heb geen zin om met mega veel tassen terug te gaan. Maar voordat ik jullie meeneem naar de Primark wil ik eerst vragen of je al geabonneerd bent. Zo niet, doe dat dan vooral. En klik ook gelijk op het belletje, want dan krijg je een notificatie zodra ik een nieuwe video upload. Dat is natuurlijk altijd handig. En volg me natuurlijk ook op Instagram. Oké, laten we nu maar gaan. Ik heb het een partijtje warm. Ik heb 8 pyjama's. Dat is aardig wat. Ik kon eigenlijk geen keuze maken met wat voor pyjama's ik wilde passen. Want ik zag er mega veel. Maar je mag maar 8 per keer passen. Dus ik heb een beetje variatie. Ik zag ook nog andere dingen die dan ja, in zo'n verpakking zaten. Die je dan niet uit elkaar kan halen. Dat vind ik wel jammer. Dus ik ga kijken of hier wat tussen zit. Zo niet, dan ga ik nog even rondkijken. Maar dit zijn de 8 pyjama's die ik eventjes ga aandoen. Ik zeg wel hartstikke leuk 8, maar sommige zijn setjes en sommige zijn losse stukken. Dus ik denk 6, 7 pyjama's. Als allereerst ga ik dit setje passen. Ik heb voor de lange broek gekozen, maar ze hadden ook een kortere variant. Maar en ik heb 2 verschillende maten. Sommige pyjama's zijn in een L en sommige in een M. Ik vind het wel lekker als een pyjama wat losser zit, dus ik ga even kijken wat nou mijn maat is. Topje of ja, blouseje. Oh, wow. Ik zie nu dat dit een XL is in plaats van een M. Oké, jongens. Bij de Primark. Let niet alleen op het hangertje, maar ook wat hier hangt. Nou, deze is wel echt huge. Nou ja, doe er eventjes niet toe. Het topje is 12 euro. En het broekje is ook 12 euro. Dit is dan de pyjama. Ja, een XL is wel mega groot. Ik was een beetje bang dat ik het stofje niet zo lekker zou vinden. Maar ja, tot mijn verbazing vind ik het wel chill. De broek qua maat zit top. Ja, hij zit een beetje gek hier en ik weet. Op mijn vorige video kreeg ik een comment van ja, de reden waarom het zo gek zit is omdat je broek zo hoog omhoog trekt. Maar heel veel van die broeken zijn gewoon high-waisted. En ja, ik hou er gewoon van als mijn broeken lekker hoog zitten. Ik ga eerst gewoon even alles aantrekken voordat ik een beslissing neem van welke pyjama ik uiteindelijk ga nemen. Ook ja, qua prijs-kwaliteit verhouding, maar op zich is het een prima pyjamaatje. Ik ga nu deze pyjama passen en deze is in een maat L en deze kost 11 euro. Qua maat vind ik hem top en ik vind hem oprecht leuk. Ik zou niet zo 1, 2, 3 zeggen dat deze van de Primark zou zijn. Stofje vind ik wel erg lekker aanvoelen, voor nu een beetje warm. Het is ook mega warm in de Primark. Maar ik denk voor de winter dat dit, ja, misschien heb ik dan iets te koude benen. Maar ik denk dat dit meer mijn winterpyjama zou kunnen zijn. Dit is een potentiële optie. Dan hebben we een setje in maat L. En deze is 8 euro. We hebben dan voor deze prijs een broekje en een topje. Ik vond het wel leuk. Dus ik ben benieuwd hoe het zit. Oké, ik denk dat voor dit setje een L iets te groot is. Het topje kan op zich wel. Die vind ik nog niet zo gek zitten. Maar het broekje zakt zeg maar echt van mijn ja, kont af. Het zit niet echt mooi aangesloten. Ik heb nog heel veel ruimte voor een pyjama
kan het op zich wel, want je slaapt er ook alleen in en je bent er gewoon thuis mee. Dus dan maakt het op zich niet zoveel uit. Ik vind het printje wel heel erg leuk. Dit had zo een normaal shirt kunnen zijn. Dus ja, ik ga even kijken of er misschien een M is. En anders is dit ook een optie die ik misschien ga kopen. Dan hebben we deze. En ik had deze eerder gespot dan die. Maar ik dacht, nou ja, passen we allebei. Hij is ook 11 euro. Dus deze twee zijn even duur. Oké, als ik een favoriet moest kiezen, gaat mijn voorkeur toch uit naar die andere met stippen. Maar hij is ook wel leuk. Oh, het valt me nu pas op dat het echt van dezelfde lijn is. Want hier staat ook, ik weet niet of het te zien is, maar het is een labeltje met 3 zetten. Dus zut van slapen. Ja, nee, ik vind die andere chiller zitten. Dit stofje is wat dikker, dus het is ideaal als je het koud hebt. Ja, hier is niks mis mee. Oké, dan hebben we deze. Dit is een nachtjurkje en dit is mega zacht. Beetje, ja, het glad zachte. Volgens mij is het niet van satijn. Even kijken. Dit zijn de materialen. Grotendeels van nylon. Ik weet niet of ik hiervan de prijs had gezegd, maar hij is 9 euro en het is maat L. En ik vind hem een beetje aan de sexy kant op de een of andere manier. Omdat je, ja, toch wel een beetje décolleté kan zien. Misschien komt het door het licht, maar ik zie mijn onderbroek er doorheen. Dat is iets minder. Maar ik vind hem wel schattig. Hij voelt ook lekker aan. Hij zit goed. Dus, ja, weet je, het belangrijkste bij pyjama's is dat het gewoon comfortabel zit. En dat je het idee hebt dat je er gewoon lekker in kan slapen. En ook deze pyjama heeft stipjes. Dat vind ik ook super schattig. Dan hebben we nog 2 setjes. Dit is een blauw setje en dit is een grijze. Eentje in de maat M en andere in de maat L. Deze is 7 euro en die 8. Dit is dus een M'tje. Qua maat zit die gewoon prima. Ja, ik merk dat qua broekjes een M meer mijn ding is dan een L. Dat zit gewoon wat mooier. Ja. Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat ik niet helemaal weg ben van zo'n top. Dan heb ik liever dat rode topje met dat leuke printje dan dit. Nee. Nee, ik merk wel echt het verschil in prijs. Weet je, de meest goedkopere, dus dit van 7 euro, ziet er gewoon minder leuk uit dan die, ja, de duurdere pyjama's. Het is chill. Als je een even snel een pyjama zoekt, is er helemaal niks mis mee. Maar nee. Qua stof is het gewoon oké, hoor. Maar ik word hier niet echt bepaald blij van. Nou, omdat dit ook een soort van hetzelfde model is, heb ik hier ook niet heel veel hoop in. Maar ik vind het patroontje van het broekje wel heel erg leuk. En het heeft ook een andere stof. En het heeft ook een leuk detail aan de onderkant. Dus misschien heeft dit nog een kans? De ene keer is een L goed, maar de andere keer niet. Nee, deze is veel te groot. De broekje vind ik wel leuk. Maar ik kan hem ook niet eens aantrekken. Dit is niet eens een band of een touwtje dat je kan aantrekken. Het is meer voor de sier. Dus dat is heel erg jammer. Ik kon deze niet in een M spotten. Maar ik denk oprecht als dit een M zou zijn, dat het al veel beter zou zitten. Ik vind deze wel leuker dan de vorige, daar moet ik al eerlijk over zijn. Ik ga nog even een beetje rondkijken en dan maak ik straks een eindbeslissing. En dan zien jullie, als ik thuis ben, welke items ik uiteindelijk heb gekocht. Kijk hoe schattig deze pyjama is. En deze, ik zie deze nu pas. Maar dit is echt zo'n winterse pyjama. Deze pyjama's, dit geeft me ook een kerstvibe. Die helemaal heel leuk. Ze hebben ook een tafel met allemaal losse shirtjes. Dus als je alleen op zoek bent naar een t-shirt. En dan nog iets leuks. Pyjama sets. Dit is ook zo leuk om als cadeau te geven. Dus mocht je een cadeau voor een vriendin zoeken en je weet niet wat je moet geven, een pyjama is altijd een goede optie. Oh, deze is zo leuk. Nee, stop, hou op. Ik wil dit. Oh my god, dit is een
kerstwansie. Look at my bag. Dit is gewoon een rendier. Nou, ik ben weer gelukkig. Ik ga nog even naar de home afdeling en dan ga ik maar afrekenen, want anders kan ik hier uren blijven. Het is nu namelijk 10 uur geweest en om 12 uur heb ik school en ik ben zo op school. Dat is een probleem niet, maar ik wil hier niet nog een uur blijven hangen. Dus. Oké, ik ga nog één kerstpyjama met jullie delen en dan ga ik er vandoor. Deze is ook leuk. Ik ben nog nooit zo lang op de pyjama afdeling geweest. Normaal loop ik er echt doorheen en that's it. En dan ben ik over het algemeen een uur lang in de winkel. Maar nu ben ik bijna een uur lang in de pyjama section geweest. Sorry, maar ik ga niet stoppen met kerstdingen laten zien. Ik zie hier een stalking van de Grinch. Wat hebben we nog meer? Oh, jongens, stop, hou op. Dit moet ik hebben. Dat is een adventkalender, I guess. Even kijken. Oeh. Dan krijg je elke dag iets van stationery. Nou, we hebben al verklapt wat erin zit. Super schattig. Het is dat ik al een adventkalender heb. En dat ze het hier op de achterkant verklappen. Maar mocht je een Disney adventkalender willen hebben, dan lijkt deze echt super leuk. Oké, en deze koop ik ook. Want ik hou van luiaard. Een luiaard is echt een van mijn favoriete dieren. Het houdt niet op. We hebben nog veel meer. Oké, laat hieronder in de reacties achter als jullie een Primark kerstshoplog willen. Want dan ga ik binnenkort heel veel kerstdingetjes inslaan en daar een aparte shoplog van maken. Want anders wordt het nu veel te gek. Voor de Mean Girl fans. Kijk hoe leuk deze waterfles is. En dan heb ik nog iets leuks gespot. Dit opbergdoosje. Hij ziet er zo fancy uit. En hij is maar 7 euro. Dit is een gevaarlijke zone voor mij. Ik ga snel weg en ik kom snel weer terug. Het is inmiddels alweer de volgende dag. Want ik had gisteren natuurlijk school. Ik kon net niet verder filmen. Want ik had tot 5 uur school. En toen dacht ik, weet je, ik ga lekker even mijn rust nemen. Maar jullie zijn waarschijnlijk benieuwd wat ik uiteindelijk heb gekocht. Laten we beginnen met het eerste. Ik heb een manicure set gehaald. Hij was €2,50. En het bevat een schaartje, een pincet, een klein veldje en een nagelknipper. Dan heb ik een nieuwe shower cap. Van mij was toe aan vervanging. Deze was €1,50. Dan hebben we een cooling gel eye mask. Deze was ook €1,50. Het heeft ook van die bubbeltjes. Dus dit gaat zo in de koelkast. En ik ben benieuwd of het werkt. Dan heb ik kerstspeldjes gekocht. Nou ja, haarspeldjes. Deze waren €4. En ik vond ze wel heel erg cute. Ik dacht, nou ja, om een klein beetje in de kerststemming te komen. Dan een pyjama die ik heb gekocht. Ik heb uiteindelijk voor dit jurkje gekozen, die €9 was. En dan heb ik ook deze pyjama gekocht. Hadden jullie dat al een beetje kunnen verwachten? Dan heb ik een pyjama broek die ik niet heb gepast. Dus ik heb hem eigenlijk op de gok maar gekocht. Het is een M. Hij is zo ontzettend zacht. Hij is €10. Dit is dan de broek, simpel grijs. Ja, ik denk oprecht dat ik hierin ga leven. Ik denk dat ik hem straks gelijk aan ga doen. En dan hebben we een pyjama shirt in een maat M. En deze is €6. Deze had ik dan op de tafel van de pyjama shirtjes gezien. Het kan net zo goed ook een normaal t-shirtje zijn. Maar als het steeds kouder wordt, vind ik het wel lekker om lange mouwkleding te dragen. En dan was er ook nog een tafel met allemaal korting bij de pyjama afdeling. En ik zag daar dit topje. Deze heb ik ook niet gepast, maar ik dacht misschien pas ik hem wel gewoon. Officieel was die €3. Ik weet niet hoeveel ik er uiteindelijk voor heb betaald. Of €3 of €2. Maar dit is ook een simpel topje. Ik denk dit komt wel van pas. En het heeft aan de onderkant een kantenband. En dan mijn allerlaatste aankoop is deze luiaard die binnenkort, als de kerstboom gaat staan, in de kerstboom gaat hangen. Oké, ik heb nu echt alweer zin om terug te gaan naar de Primark om nog meer kerstspullen in te slaan. Dus mocht je dat willen zien, laat het dan vooral hieronder in de reacties weten. En dan wil ik je bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.
Doei doei!